video. Vandaag heb ik voor jullie een WhatsApp op mijn iPhone. Dit is mijn tijdje geleden dat ik deze gedaan heb. En hij is best wel heel erg veranderd vergeleken met de vorige. Dus ik zou zeggen, laten we heel gauw gaan kijken wat er op mijn iPhone staat. Goed, allereerst als we het vergrendelscherm open doen, zien we een marble achtergrond met licht pastel roze aan de onderkant. Het is natuurlijk nog steeds iOS 10, dus als je naar die kant schrijft heb je zoals altijd de camera. En als je naar die kant schuift, heb ik hier een rijtje met WhatsApp, het weer, het nieuws en agenda die eigenlijk altijd leeg is, want deze agenda gebruik ik bijna nooit. Dus ja, als we dan weer teruggaan naar het vergrendelscherm en we ontgrendelen hem. Ik heb nog steeds dezelfde vingers hiervoor, dus dat is heel fijn. Dan zien we bovenaan al gelijk de eerste standaard app staan. Instellingen, foto's, mail. Ik heb eerst de Gmail gebruikt, maar nu gebruik ik de normale Apple mail. Agenda hebben we hier. Zoals ik net al zei, die gebruik ik bijna tot niet. Het weer, camera, self-service. Self-service is mijn rooster app voor school. Heel handig om op te kijken. En hier komen binnenkort ook al mijn cijfers te staan. Dan hebben we hier klok. En dit gebruik ik natuurlijk heel vaak voor mijn wekkers morgens. En dit is ook echt ideaal. Dit is een bedtijd. Dus als je bijvoorbeeld zegt van ik wil 8 uur of 55 minuten slapen. Dan staat hier aangegeven. Kijk, je kan er gewoon aan draaien. En dan druk je gewoon op play. En dan gaat hij lekker voor wekker spelen. Die is echt ideaal. Dan hebben we hier vriend zoeken. En, of zoek vrienden. Ik draai het altijd om. En hier kan ik kijken waar mijn vader uithangt en mijn vrienden uithangen. Dus dat is wel ideaal. Berichten. Iedereen weet wat berichten is. Ik gebruik dit niet heel erg vaak. Soms wel. Dan hebben we Forest. En Forest is voor mij ook net een nieuwe app. Deze app gebruik ik om te studeren. Om me lekker te concentreren. Het is namelijk zo. Als je bijvoorbeeld zegt ik wil 5 minuten of 10 minuten... huiswerk doen zonder afgeleid te worden van mijn telefoon. Klik je hier een tijd in. Dus ik doe even 10 minuten. Klik je op plant. En dan gaat de timer lopen. En in 10 minuten tijd kun jij je huiswerk doen zonder afgeleid te worden. Want als je een berichtje krijgt en je gaat daar toch heen, krijg je heel snel een melding. Want als je dan wegblijft, gaat je plant dood. En dat wil je natuurlijk niet. Dus die 10 minuten blijven gewoon lekker staan. En zo, als je dat wel doet, gaat je plantje dood. Dus dat is ook wel heel jammer. En zo kan je dus een heel bos maken. Kijk. Hier zie je ook een paar boompjes. Dus het is heel erg handig. Ik vind het een hele fijne app. We hebben hier bankieren, ING bankieren. Om een rekening te kijken en te kijken hoe mijn rekening staat. Twitter spreekt natuurlijk voor zich. Iedereen heeft volgens mij tegenwoordig wel bijna Twitter. Ik gebruik het niet heel erg vaak mee. Ik doe het meer om even lekker te lezen wat iedereen neerzet. Dan hebben we Spotify. Ik heb natuurlijk ook een eigen Spotify account. En ja, ik luister daar gewoon heel graag hele leuke nummers op. YouTube. En dat spreekt natuurlijk totaal voor zich. Kijk, ik was hier een video aan het kijken. Facebook, Snapchat. Natuurlijk heb ik ook Snapchat. Mocht je me willen toevoegen en heb je dat nog niet gedaan, als die wil meewerken. En jongens, het gaat wel. Kijk, tada. Scan dan even deze code. En dan heb je hem op Snapchat. Ik gebruik het heel veel, vooral als ik me verveel, ben ik hier heel erg actief op. Dan hebben we verder nog Pinterest. Hier doe ik gewoon heel veel ideeën op. En ik vind het ook gewoon heel erg leuk om hier lekker op rond te kijken. Hier komt overigens ook mijn achtergrond vandaan. Instagram gebruik ik de laatste tijd heel erg vaak. Ik heb een aantal leuke foto's geplaatst. Dus ja. Hebben we WhatsApp. Spreekt natuurlijk voor zich. Iedereen heeft tegenwoordig wel WhatsApp. Dan hebben we hieronder nog telefoon. Om natuurlijk lekker te bellen. En Safari. Safari is natuurlijk het internet van Apple. Heel erg leuk.
Dan hebben we, als we hier gaan, want ik heb altijd één scherm gehad, nu heb ik er twee. Hebben we een mapje en in het mapje staan Skype, notities, App Store, FaceTime, mijn KPN en wie ben ik? Wie ben ik is een spelletje. Dat is heel grappig. En dan moet je gaan raden. En als je het goed geraden hebt, doe hem omlaag. Oh. En als je hem fout geraden hebt, doe hem omhoog. Heel grappig. Leuk om af en toe eens met vrienden te doen. Oh. Dan gaan we verder in het appje. En dan hebben we de gezondheidsapp, de calculator, kaarten. Oh. Zo iPhone, contacten, wallet, iTunes Store, Messenger en de H&M app. En hier zit eigenlijk niet meer in. Dit zijn de standaard apps die ik eigenlijk niet heel erg vaak gebruik. Heel soms wel. Ligt er gewoon echt aan, maar zoals de H&M app gebruik ik alleen maar als ik daar gewinkeld heb. Dan hebben we hier nog Netflix. Of course heb ik een Netflix account. Kan niet zonder. Ik ben tegenwoordig druk aan het kijken naar Gossip Girl. Zoals je hier kan zien. Ik vind het een hele toffe serie. Ik zit nu op seizoen 5, aflevering 9. Dus ik heb nog anderhalf seizoen te gaan en dan ben ik alweer klaar hoor. En de RET app om mee af te sluiten. Dat is om te kijken wanneer hoe laat de metro's en bussen komen. Ideaal. Want dan sta je niet een kwartier te wachten bij de bushalte. Dus dat is wel ideaal. En ja. Verder was dit alles wat op mijn iPhone staat. Natuurlijk heb ik ook nog steeds de iPhone 6S in het goud. En ik heb dit hoesje eromheen. Ik weet alleen even niet waar die vandaan komt. En natuurlijk de welbekende popsocket die tegenwoordig bijna iedereen heeft. Echt ideaal. Dus dit was mijn telefoon. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dat geeft deze video een blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg!